Monsieur de Canon. Que gueule tête. Mais au pied, va. Ya, ya. Hallo beste kijkers, het is je boy Clarity. Zoals ik al beloofd had vandaag, gingen wij een kijkje nemen in de studio. En ja, Kenny is mijn vriend. Hè? Zo mijn buurjongen, die speelt nu voetbal. Kijk maar. Alles geven! Website! Ja, ik ben van de website. So, let's go! Hallo? Ja. Ja, broer. Oh, kom maar, dat is veel te veel. Ik ga weer beginnen, dat is een beetje. Je bent laat, jongen. Ah, als je weet wat ik heb alles meegemaakt. Broer, dat is lang geleden. Where have you been? Ik was in handel, Lassalle. Ik moest terug, Roosevelt. 24. Wandelen. Je kleine jongen. Ik ben moe, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, ik moest de dingen gaan halen. Wat moest je halen? Tafels, weet ik veel, helpen dingen. Dat is wel. Normaal had ik tijd, daarom had ik gezegd, wacht, ik ga naar Salim, vandaag. En dan kom ik terug zondag. Morgen werk ik voor school. Werk. Wat moet
En, wat is jullie naam? Dat is Milan, de cameraman. Ik heb je al gezien, ben hier voor de vakantie nog geweest. Maar jij weet waarschijnlijk niet meer. Heel even, ik heb je heel even gezien. En dan zijn we boven gegaan, boven gegaan. Alles kan. Alles kan. Kom, ik ga laten zien wat ik allemaal heb. Beter zo laten? Ja. Oké, dan gaan we dat zo laten. Dat is vast. Wat is dat dan? Can I just leave this love behind? Girl, you're wasting all my time. Oké. Ja? Maar past dat wel zo een beetje bij het geheel? It's your boy Clarity. Clarity no records, shout out to my man OPD. Here we are. I know you cheated on me, you did me wrong. I can't take it no more, I'm moving on. Girl, let's leave this love behind. Cause girl, you're wasting all my time, my time, my time. I know you cheated on me and stop bothering. Dat de lied erin is, hoor ik het niet. Check. Normaal gaat dat zo. Ik denk hier misschien een piano of zo. Piano. Of gewoon stem. We gaan dat gebruiken. Als dat niet. Wanneer moet dat dan? Autotune? Dat betekent niet als je autotune gebruikt dat je niet kunt zingen ofzo. Dat is gewoon een stijl. Soms wel, hè. Dat is een stijl. Soms wel, hè. Drake kan toch chill zingen, hij gebruikt ook autotune. Nee. T-Pain zonder autotune, die kan zingen, hè? Die heb je dat stemwoord? Die kan rappen. Heb je dat stemwoord of niet? Niet altijd. Jawel, jongen. De autotune is gewoon chill, dat is, yeah. Is niet van, oh, ik wil laten zien, ik kan zingen. Nee, gewoon, dat klinkt nee, mooi. Nee, ik weet dat, ik heb een paar liedjes autotune zelf, maar niet altijd. Maar waarom is iedereen zo tegen autotune? Nee, ja, maar niet te veel gebruiken. Ik weet waarom dat ik dat zeg. Anders gaat dat verslavend zijn. Mensen worden beu van het. Ja, door autotune. Geloof me. Dat is zo van, ah, altijd hetzelfde van. Waarom sommige mensen, allez, je kunt eentje laten. Ik kan geen volledige album van T-Pain lasteren. Dat blijft monotoon. Ja. De batterij is binnen plat, jongeman. Autotune.